Kun je je nog herinneren waar het eerste nummer dat je schreef over ging? Ja, dat liedje heette Back Up My Mind. Dat is de titel. Ik zou niet meer weten hoe het gaat. Ik weet wel dat het allereerste liedje is wat ik schreef. Maar nee, dat kan ik me niet meer herinneren. Maar het eerste liedje wat ik me nog kan herinneren, wat ook op mijn plaat is gekomen, One Way Street heet dat. En dat toen was ik 15 en dat ging dan over een relatie die op de klippen liep. Terwijl ik nog helemaal nul ervaring had met relaties. Maar ik dacht, daar ga ik zo over schrijven. En was dat met een reden, dat het ook specifiek van ik wil hier over schrijven om het van me af te schrijven? Of? Ik vond het gewoon denk ik interessant, omdat ik had eigenlijk nog niet heel veel levenservaring natuurlijk. Dus ik dacht gewoon, waar schrijven de meeste mensen over? Oh, dat is over gebroken hart en relaties en dat soort dingen. Daar ga ik ook over schrijven. Dus daar kwam het een beetje uit voort, denk ik. En was het makkelijk om daarover te schrijven? Ja. Het was bij mij zo dat ik toen nog, ik zat nog op de middelbare school, dus dan kwam ik thuis en dan, weet je wel, dan ging ik huiswerk maken en dan liedjes schrijven. En dat was echt helemaal zoiets waar ik me dan helemaal in kon verliezen. En dat was eigenlijk, ging heel simpel en er zat geen druk achter of zo, want het hoefde van niemand. Dus dat was meer zo mijn eigen ding, zeg maar. Waar denk je dat dat vandaan kwam? Luister je ouders bijvoorbeeld veel naar muziek? Of? Ja, mijn moeder speelt piano nog steeds. En die speelde elke dag piano. Dus dat was heel erg aanwezig bij ons thuis. En mijn ouders, ja, ze houden allebei heel erg veel van muziek. En ook muziek die ik uiteindelijk heel mooi ben gaan vinden. Dus singer-songwriters, weet je wel, Bob Dylan, Carole King. Dus dan luister ik daarna en dacht van, oh ja, dat vind ik wel heel tof. Is er misschien één of twee albums die echt specifiek heel veel indruk hebben op jou gemaakt? Zeker weten Carole King, Tapestry. En er was één album van Crosby, Stills, Nash, wat ik heel mooi vond, Deja Vu. Dat is volgens mij een soort van verzamel-LP. En op die hoes stond dan ook onderaan stond Joni Mitchell. En de hoes was dus een tekening van Joni Mitchell, dus die ze van hun had gemaakt. En toen dacht ik, wie is Joni Mitchell? En toen ging ik haar weer opzoeken, weet je wel. Dus zo begon het een beetje met die singer-songwriters, ja. Heb je dat album nog? Ja, ik denk trouwens dat ik het nu heb. Want ik heb het volgens mij van mijn ouders overgenomen. Of overgenomen te leen, zeg maar. Ja. En komt die ooit nog terug bij je ouders? Of? Ja, als ze hem willen. Maar anders hou ik hem gewoon mooi in mijn collectie. Maar Ja, vervolgens ga je naar de middelbare school. Ga je de Rock Academie doen. Ja. Hoe beviel dat? Goed, ja, het vond heel spannend. Ik was echt nog best wel jong, 17, dus ik was een van de jongsten. En ik vond het gewoon te gek. Je zit dan in een klas met allemaal muzikanten en iedereen wil in een bandje en muziek maken. En het was heel tof, maar ook wel heel overweldigend of zo. Dat je ineens les krijgt in liedjes schrijven en les krijgt in zingen. En, terwijl dat iets is wat bij mij gewoon een soort van, dat was gewoon, ging op intuïtie en niet echt op kennis. Dus dat vond ik af en toe een beetje moeilijk rijmen of zo. Maar heel veel geleerd en helaas niet afgemaakt. Ja, je stopte in je tweede jaar. Waarom was dat? Ik was bezig met mijn plaat. Daar was ik eigenlijk al bezig voordat ik met de Rock Academie begon. En dat was gewoon een heel lang proces. Dus ik dacht, dan ga ik gewoon naar school en dan zie ik wel hoe ver ik kom. Maar toen kwam het er een beetje op neer dat ik echt gewoon moest kiezen van, oké, ga ik helemaal voor mijn plaat of ga ik helemaal voor school? En toen dacht ik, ik denk dat ik maar helemaal voor mijn plaat ga. En wat was de reactie op school? Want ik neem aan dat niet iedereen... dat vonden mensen wel heel jammer. En het was ook zo van, ja, eigenlijk zou het samen moeten kunnen. En zouden we juist tof vinden als mensen en op school zijn en ook in de praktijk dus heel veel bezig zijn. En toen dacht ik, ja, dat is ook wel heel tof, maar het, volgens mij is dat gewoon lastig. En ik ben ook al iemand, ik moet me op één ding focussen en dan gaat het goed. Maar als ik te veel verschillende dingen moet doen, dat werkt niet helemaal. Dus dat begreep ze ook wel, gelukkig. En, heb je dat nog steeds? Dat je liever gewoon met één ding bezig bent? Ja. Ik hou er heel erg van om gewoon helemaal op te gaan in iets. Of het nou een plaat maken is, of een tour, of koken, of wat dan ook. Ik wil dan helemaal gefocust zijn en het helemaal perfect doen. Ja, dat is wel zo'n ding. Ja.